Internet vinden, daar was ik weer. Ik heb er geen problemen mee als ik op date ben en zij betaalt. Dat vind ik eigenlijk wel aantrekkelijk. Goed, even kijken. Zometeen dan begint dat programma weer, First Dates. Ik weet niet of jij kijkt. Ken je dat programma op NPO 3, First Dates? Dat is best wel leuk. Mensen gaan dan op hun eerste date op televisie eten in een restaurant. Als je dit niet kent, heb je onder een steen geleefd. Van de week, het is regelmatig trending topic op Twitter, First Dates. Dus jij kent dat waarschijnlijk. Van de week was er ook een meisje genaamd Lisa, die helemaal werd neergesabeld omdat ze zich misdroeg op een eerste date. Maar goed, daar wil ik het niet meer over hebben. En dan had je vroeger had je ook nog een programma, dat heette Take Me Out. En ik was bijna naar een casting daarvoor gegaan vroeger. Take Me Out. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, die datingprogramma's op televisie, ik word er wel een beetje, ik vind het wel een beetje stom hoor. De nieuwste is, wat was het? Undressed dating of zo, is dat mensen dus aan de ene kant heb je mannen en aan de andere kant heb je vrouwen die staan in een soort koker en die koker die kan open aan de onderkant en open aan de bovenkant, dan zie je of het gezicht of geen gezicht en het lichaam, zeg maar. Ik vind het zo'n banaal iets, zeg maar. Ik vind het ontzettend stom en eigenlijk ook een beetje het werkt body shaming in de hand in plaats van dat het body shaming tegengaat. Want dan krijg je natuurlijk ook weer zo'n editie met daten met een maatje meer, bla bla bla. En dan heb je aan de ene kant heb je dikke mannen en die worden dan gekoppeld aan dikke vrouwen. Alsof het zo werkt, weet je wel. Of ja, dat soort dingen. Ik bedoel, kijk. Je hebt dus, dat programma had je vroeger, dat heet Take Me Out. En daar komt Britt Dekker vandaan, zeg maar. Die is daarin ontdekt. Net als Imke Wieringa. En the truth about those kind of programs is they are cast. Dus die mensen, heel veel van die mensen doen auditie. En dan worden ze ingeschreven bij een castingbureau. En dan gaan ze mee naar zo'n programma. En dat is bij zo'n gelikt programma als Undressed Dating niet anders. Dit zijn allemaal speciale types die allemaal staan ingeschreven in een datingbureau. En het is gewoon fucking onzin. Goed. Ik wilde eigenlijk ook gewoon even mijn mening geven over First Dates. Ik vind het een leuk programma, zeg maar. Het enige probleem is, wat ik heb met het programma is, waarom moeten mensen per se dineren in zo'n fucking kaktent? Ik bedoel, ik vind het wel leuk, maar ik heb laatst nog een keer een eerste date gehad met iemand. Dat is trouwens dezelfde persoon als waar ik in een eerdere video liet weten dat het niks werd. Maar ik ben al meerdere keren met iemand op date geweest en dan heb ik dat gewoon gedaan bij de McDonald's. Niet omdat we dat niet omdat we niet beter konden betalen, maar gewoon omdat die anderen dat ook wou, zeg maar. En, ze waren 18 plus, het waren geen kinderen van 16. Well, don't worry, be happy, weet je wel. Maar ik vind, dat moet gewoon ook kunnen. Weet je, gewoon lekker, lekker simpel, weet je wel. Ik fantaseer, kijk, ik heb nu ook een beetje mijn, ik heb nu mijn, mijn binnenkoffie aan, zeg maar. Hoe zou het zijn om in zo'n uitkeringsbroek gewoon te gaan eten in een net restaurant? Ik denk dat je eruit gezet wordt. Maar mensen treffen dan al gauw een oordeel. Hè, omdat je er op een bepaalde dag niet goed uitziet. Ik vind dat het al te moeilijk wordt gemaakt. Online dating, zeg maar, dat is ook niks. Ik heb daar nog nooit echt succes mee gehad. Ik ken wel mensen die daar succes mee hebben. Maar als je bijvoorbeeld zoiets neemt als Tinder, zeg maar,
Ik zou je vertellen hoe mannen, kinderen, die doen namelijk bij alles, het groene duimpje, swipe left, of ik weet niet precies welke kant dat is, maar die doen bij alle vrouwen swipe left, swipe left. En dan uiteindelijk is er wel een dame die daar, die dan reageert, zeg maar, en dan wordt het uiteindelijk neuken. Want dat is waar Tinder voor is. Ik wilde gewoon heel graag mijn mening even kwijt over het daten en ook meer. Ik denk dat ik wel een keer voor de gein mee ga doen aan speeddating, zeg maar. Maar ja, dat is ook gewoon online dating en dating, het is gewoon business. Er is altijd een derde partij en die wint altijd, want die verdient geld aan jou. En dat is of een restaurant of de mensen die je koppelen. En het moet ook gewoon leuk zijn. Als ik zeg maar mee zou doen aan first dates, ga ik daar echt niet heen met een houding van, nou, nu ga ik de ware ontmoeten hoor. Ik ga gewoon heel relaxed een leuke avond hebben daar met de persoon. Ja, want ik ben gewoon altijd mezelf. En kijk, even teruggaan over die Lisa, hè. Maar op het moment, je ziet al bij haar binnenkomen, dat zij op een gegeven moment de houding aanpast. En die jongen die merkt dat ook gelijk. Want hij gaat ook gelijk met zijn houding van haar afzitten naar de bar. Je ziet aan lichaamstaal wat iemand van je vindt, zeg maar. Dus op het moment dat zo'n date gewoon niet loopt, zou ik gewoon zeggen van, nou ja, dit loopt niet zo lekker, hè. Volgens mij zijn we niet echt een match. En dan ga je het hebben over, goh, wat heb jij eigenlijk gezegd tegen first dates? En het maakt dan niet uit of het niet wordt uitgezonden of zo, maar benoem het gewoon. Als je dan iets qua tip wil halen uit deze video, is dat benoem het. Zeg wat je denkt. Gisteren was er ook een leuke dame op first date, want Lisa was eergisteren. En die dame heette Marieke en iedereen vond haar geweldig. Gewoon omdat zij heel erg lachte en ze zei gewoon wat ze dacht. En dat is het leukste. Als je gewoon zegt wat je denkt, hop, 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 hop. Dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Maar ik begon deze video met, ik vind het stoer als zij betaalt, zeg maar. Dat is niet omdat ik een schooier ben, maar ik hou niet van hoe het hoort en dat, en dat soort dingen. Begrijp mij niet verkeerd hoor, als ik een leuke date heb met jou, ben ik de eerste die zijn portemonnee trekt en zegt van, nou, dit betaal ik wel, dit was zo leuk, zeg maar. Maar als zij dan uit zichzelf zegt van, joh, zou ik betalen? En dan heb ik zoiets, ja, is goed, betaal ik de volgende, weet je, lachen. Want het geeft voor mij aan dat je dan niet zo ouderwets bent, zeg maar. Dus natuurlijk, kijk, ik ben, wat dat betreft ben ik wel traditioneel hoor, maar wel selectief. dating, heb jij er ervaring mee? Laat het me weten in de comments. Vond dit een leuke video? Deel hem dan of geef hem een like. Maar dating is moeilijk, hè? Wat zijn jouw ervaringen met dating? Ja, laat het doen. Doei! We gaan zo meteen weer first dates kijken over een half uur. En dan zien we elkaar weer op Twitter. Mazzel!